Wat vind jij van de nieuwe Job? Kut, klaar. Waarom? Kut, klaar. Waarom? Omdat hij gewoon kut is. Nee. Waarom is die kut? Als het regent, regent het doorheen. En dat vind je niet leuk. Dat is het enige. Criminaliteit. Dat is het enige wat je niet leuk vindt. Dat het, ja, dat het er doorregent. En dat hij best wel ver weg staat, hè? Dat van, die... van de pit, die moet gewoon een beetje korterbij, is het goed. Dus er moet een snoepwinkel bij komen. Ja. De nieuwe Job in Kerkrade. Ja, daarachter stond Reuwenen. Maar deze hier is beter. Vind ik, want die woonige mensen, ja, daarachter ook niet, maar dan moet je weer door, daar zijn jullie tarrenpalen zoals hier. En die moet eigenlijk best ver lopen. Je staat toch in de modder, je ziet niks. Hier zijn natuurlijk de tarrenpalen. Hier is ook een straat waar je iedereen kan zien, zeg maar, die langskomt. Dan zien ze dat we hier zitten, komen ze hier ook staan in plaats van erachter waar we niet meer mogen staan van de politie. Dan krijgen we ook minder snel boetes. Hier is bijna geen overlast, hier woont ja niemand. En ja, ik vind het wel een goed idee, ja, dat ze hem hier neerzetten. Wat hebben jullie nou speciaal gekregen dan? Ja, de Job, omdat we erachter op de Zonstraat niet meer mogen staan. Omdat de oudere mensen, zeg maar, meer de oudere mensen. Daar last van hebben dat wij daar staan tot 's avonds laat. En als we hier staan, dat we dan geen overlast kunnen veroorzaken. En jullie zijn blij met de nieuwe Job? Ja, dat wel. Ja. Alleen ja, zeg maar een stukje ver lopen van dat we wat zo honger hebben of zo. Maar dat wel, ja. Het werkt ook. Jullie komen ook hier echt daadwerkelijk bij elkaar. Ja, dat wel. En er komen hier jongeren met auto's langs. Ze zien dat wij hier staan, zetten ze de auto hier neer, komen ze erbij staan. Ook samen met scooters en fietsers. En ook te voet dus. Dus het is gezellig? Ja, dat wel, ja. Je kan je ook staan tot het avond staan. Regeltje maken wij hier op. Oké. Ik vind het gewoon kut. Waarom weet je het kut? Ja, omdat ze de bankjes hebben weggehaald overal. Ja, dat kunnen we niet. Hier kunnen we wel zitten. Ja, maar we moeten wel fucking ver lopen. Ja, dat wel, maar ja. En daar. En de rest, wat bedoel je met de bankjes weggehaald? Ja, de politie en de gemeente. En shit, hebben al die bankjes daar altijd weggehaald. In de wijk, de bankjes weggehaald. En daarom is, daarvoor is dit teruggekomen. Ja, maar de, zeg maar, de oudere mensen kunnen daar dan ook niet meer zitten. En dan komen ze naar ons dat wij dat schuldig zijn. Ja. Terwijl hun bellen van, oh, wat staan we daar bijvoorbeeld met 3-4 man, bellen ze nog. Zoals net, we komen daar langs, zo kwam politie weer.